Een glijbaan moet bekleed worden met een gladde folie. In de onderstaande figuur wordt een doorsnede van de glijbaan getoond. Het eerste stuk, AB, is een rechtstuk van 6 meter lang. Maakt een hoek van 60 graden met de horizontale. Het tweede stuk is een cirkelboog die een B raakt aan het eerste stuk. En een C raakt aan de horizontale. Het hoogteverschil tussen B en C bedraagt 2 meter. Het laatste stuk is een horizontaal stuk van een lengte van 1 meter. Hoe lang moet de folie zijn? Een eerste veel voorkomende vraag bij studenten is: hoe moet ik hieraan beginnen? Hoe moet je aan deze oefening beginnen? Je ziet duidelijk dat er eigenlijk 3 stukken zijn. Een stuk AB, een stuk BC en een stuk CD. Dus wat zal de lengte zijn? De lengte van het stuk AB plus de lengte van het stuk BC plus de lengte van het stuk CD. Eerste stuk 6 meter, het tweede stuk, een stuk cirkelboog, zullen we nog moeten berekenen. Het derde stuk 1 meter, dus dat zal 7 meter zijn, plus de lengte van dit stuk cirkelboog. Een andere vraag die ik regelmatig krijg is: ik ben de formule voor de lengte van een stuk cirkelboog vergeten. Een formule vergeten. Er zijn eigenlijk heel veel formules en je kan die eigenlijk niet allemaal kennen. Het is ook niet belangrijk dat je formules nog kent. Wat wel belangrijk is, is dat je eigenlijk weet waarvan dat iets afhangt. Zijn er hier parameters die zullen de lengte van het stuk cirkelboog gaan beïnvloeden? Daarom moet je gaan kijken van, ja, maar wat kan ik dan wel die met een lengte te maken heeft en met een cirkel te maken heeft? De meeste studenten kennen de formule wel voor de omtrek van een cirkel. De omtrek van een cirkel, 2πr. Dus wat zie je? De omtrek van een cirkel hangt af van de straal van die cirkel. Dus de straal van die cirkel zal hier een belangrijke parameter zijn. Het zal sowieso iets zijn die we moeten gaan zoeken, die we moeten berekenen. Ik zal die straal van de cirkel R noemen. Een tweede iets dat we moeten kennen, dat is niet die volledige cirkel, dat is een stuk van een cirkel. Laten we gaan kijken, een stuk van een cirkel, kan ik daar de lengte van die boog gaan berekenen? Gewoon een paar voorbeelden in uw hoofd maken, zorgt er misschien voor dat we wel op die formule zullen uitkomen. Hoe zou ik dat doen voor een halve cirkel? Nou, dat is de helft van die 2πr. Hoe doe ik dat voor een kwartcirkel? Welke parameter verander ik als ik van een volledige cirkel naar een halve cirkel naar een kwartcirkel ga? Het is een goed idee om nu de video op pauze te zetten, daarover na te denken. Misschien zal je het nu al vinden. Is dat nog niet genoeg? Dan kunnen we verder gaan. Dus we moeten de parameter hebben veranderen. Naar een volle cirkel, halve cirkel, kwartcirkel, 60 graden, 30 graden. Dat is de hoek. Dus wat we hier zullen moeten gaan zoeken, dat is de hoek die eigenlijk uitgesneden wordt. Dus laten we het midden van de cirkel tekenen. Het zal eigenlijk deze hoek, ik zal hem phi noemen. Phi zijn dat we moeten gaan zoeken. Goed, nu weten we al, het zijn 2 dingen dat we gaan moeten zoeken. De straal en de hoek. En hoe kan ik dan de lengte van de cirkelboog gaan zoeken? Ja, als ik hier die hoek ken, weet ik het hoeveelste deel ik moet nemen van de omtrek van een volledige cirkel. En als je per se een formule daar wilt opgieten, dan kan je de hoek in radialen, als je de hoek in radialen kent, dan weet je dat dat de lengte van een cirkelboog is wanneer deze straal 1 is. Die straal is niet 1, maar die is r, dus dan zal die lengte r keer phi zijn. En eigenlijk is dat net hetzelfde als de omtrek van de volledige cirkel en daar een fractie uitgenomen. Goed, maar die hoek bepalen